Wij staan op dit moment in het midden van een van de grootste omwentelingen die de Europese geschiedenis ooit heeft gekend. Het is een feit. We zijn er allemaal als de dood voor ons, Van Tonningen. Die NSB'er gaat ons gewoon voor onze eigen bezetting laten betalen. Meneer Van Hal, vindt u ook niet dat het tijd wordt om terug te vechten? Een ondergrondse bank? Ben je helemaal gek geworden? We zijn bankiers, Wally. We zijn geen verzetstrijders. Ik kan Emmy en de kinderen toch niet zomaar in gevaar brengen? Ik heb ook een gezin. Dus heb je jou erbij getrokken? Ik weet niet waar je het over hebt. Dit is mijn nieuwe pak. Waffen, munition, bomben. Jetzt halt es. Een schattenbank die de widerstand financiert. We kunnen de Nederlandse bank niet overvallen, man. We hebben geen andere keus. Het is mis. Misschien moeten we stoppen. Waarom kom je niet terug? Natuurlijk wil ik het niet. Maar je moet het wel doen. Nee, we gaan niet stoppen. We doen het niet voor onze lol, toch? Dit is onze plicht. Als wij promessen vervalsen en omruilen voor de echte. Het zal niet lang meer duren of dit gebeurt overal. Misschien is dit wel gewoon de laatste slag. Hoe komt dat geld her? Jij krijgt een kogel door je kop. U heeft echt geen idee, hè? Over het gevaar dat we liepen. Het verzet, de knokploegen, spionagegroepen, sabotagegroepen, alles. Nee! Niet doen. Niet zeggen dat ik moet ophouden nu. Ik wil niet dat er iets met jou gebeurt.